Oh, hello, I'm Gary. I'm a teacher here in Brighton with the Simbo Group. If you come to Brighton, you'll have a great time. Every day we do lessons in the morning, afternoon activities, and on some days like this beautiful sunny day, we take a tour around the town, we see the sights, there's a bit of history, a bit of entertainment, we come on the pier, we see some of the shopping areas, and you can learn about the city, you can learn about English, and you can improve your communication and everything to do with studying abroad. You'll have a great time. I heartily recommend coming. So please contact Simbo and come down to Brighton and see me. Okay, thank you. Hello, I'm Joanne. I'm a new teacher for Berlitz in Brighton. We're doing the Simbo programme last week and this week. We're having a great time here. The weather's fantastic. Children from different areas in the Netherlands, Dutch speakers, they're here to learn English, doing a fantastic job, enjoying themselves immensely, I hope. We've been doing surveys about town, questioning the general public, going to Brighton Museum and Art Gallery, now we're going to the marina, and they're learning lots of great things both in and out of the classroom. Definitely come along.
Leuk hier? Ja. Waarvoor ben je naar Brighton gekomen? Om beter Engels te leren. En hoe oud ben jij? 20. En zit je nog op school? Ja, ik studeer museologie. En hoe lang blijf je hier? Nou, nu nog tot zaterdag, maar ben je 2 weken. En heb je goed Engels geleerd? Ja. En vooral in de klas of vooral buiten de klas? Waar leer je het meest? Eigenlijk allebei. Buiten de klas vooral voor spreken en luisteren en in de klas ook wel veel grammatica. En een leuke stad, Brighton? Ja, echt heel veel te doen. En wat vond je het minst leuk van deze vakantie? En dat het gisteren heel dag regende. Oh. Vind je het leuk hier? Ja. En ben je ertoe gekomen Engels te leren? Ja, absoluut. Ik kon niet genoeg lezen op school, dus nu kan het wel. En wat voor school doe je? HBO Museologie. Ook al? Ja, ja, we zijn over elkaar. Nou, goed zeg. Ja. En wat vond je het minst leuk van deze vakantie? De oude groep uitzwaaien vond ik niet zo leuk. Ja. En goede reisleiding? Ja, Daphne is heel tof en Link en Jolanda ook. Dus, ja. En heb je ook al echt Engels gegeten? Gegeten, ja. Vis en chips of zo? Of ja, vis en chips. En ze hebben ook gekookt Engels pub eten. Dus, ja. Leuk. Waar je aankomt en hoe je Nou, ik ben 16. Ik kom uit Warmhuis, een plaatsje bij Alkmaar. En ja, ik vind het hartstikke leuk hier. Wat voor school zit je nu? Ik ga nu naar gymnasium 15. In Alkmaar. 12 jaar. En voor het eerst in Engeland? Ja. En spreek je al een beetje Engels? Een beetje. Ja. En leer je wat hier? Best veel. Ja, 2 jaar. En nu voor het eerst naar een taalvakantie? Ja. En wat ga je nog verder doen deze week? Weet je dat? Ja, deze week gaan we windsurfen. Ja, zodat ik nog meer Engels leren. Ja, misschien nog wel naar de stad. Spelletjes doen.